Ja, na één klassieker niet in de kopgroep vandaag, wel weer vertegenwoordigd, is er mee gelijk dag geslaagd? Ja, ik denk het wel. Dus in eerste instantie wil je graag mee in de vroege vlucht en dat is gelukt. Het ging iets makkelijker dan vorige week. Wat vorige week niet wilde lukken, dat ging nu al heel snel, maar 10 kilometer, of binnen 10 kilometer. Ja, het kreeg je ook niet helemaal cadeau, want er sloten heel snel mensen aan en werd wel goed doorgereden de hele dag. En uiteindelijk, ja, ik denk dat met 6 nieuwkomers hier, jonge gastjes, dat die heel ver zijn gekomen. En je merkt nou wel dat de kilometers, na 260 kilometer breekt dan toch op het laatste. Dan wordt het net even te veel, maar we zijn heel bijzonder tevreden eigenlijk over het geheel. En met Nick een uitstekende klassering in de groep, achter de kopgroep. Ja, heel mooi. Wellicht zelfs beste Nederlander. Wellicht, ja, we weten het nog niet. We hebben de uitslag staan nog, de eerste 10 heb ik nog maar gezien. En het lijkt erop dat hij misschien in ieder geval, of misschien de eerste Nederlander is. Rond de 20, 25e plek zat hij, dus ja, moet even afwachten. Was hij ook voor jullie de man die het vandaag het meest van verwacht zou mogen worden? Jullie hebben natuurlijk ook nog Pim Lichtaart hier. Ja, we hadden met Pim en hem hadden wel gehoopt op een hele goede klassering. We hebben gezien dat Pim heel goed van voren reed. Misschien iets te goed op 50, 60 kilometer voor de tijd al. Wat wel goed was, omdat je dan uit gedrang blijft en zo. Maar misschien kost hem dat ook net die energie om op het laatste al mee te kunnen. Maar goed, het is zoals het is. En we zijn blij dat een van de twee dan toch wel in staat was om bij de betere mee te gaan. En dat lukt ook. Geen Pieter Wening. Is dat dan een groot gemis voor zo'n jonge ploeg? Ik denk het wel. Maar van de andere kant, ja, het is zoals het is. Hè. Er zijn meer ploegen die... En meer renners die kampen met blessureleed. Maar in ieder geval, wij missen hem wel natuurlijk. Ja.